Een tweede probleem dat we vaak merken, of issue beter gezegd, bij de uitrol van Canva binnen een organisatie, is dat de mensen die dat moeten in goede banen leiden, vaak geen grafische achtergrond hebben. En ik heb het in dit geval niet specifiek over um, de esthetische know-how om mooie dingen te maken, maar eerder ook een beetje de technische achtergrond. Want bij graphic design. Komt toch wel wat techniek kijken. En bij Canva is dat eigenlijk niet anders. Um, dat gebrek aan die kennis dat zorgt ervoor dat er ook heel wat off-brand stuff gemaakt wordt in Canva. En Canva is eigenlijk uitermate geschikt om, of zelfs ontworpen om ervoor te zorgen dat dat eigenlijk niet gebeurt. Hm. Nu, wat zijn de middelen die we hebben om dat in goede banen te gaan leiden binnen Canva? In eerste. Lijn hebben we daar de brands of de brandkits die we kunnen gaan bouwen in Canva. Nu, een brandkit op zich is niet zo complex gegeven. Een brandkit bevat uw logo. Daar zitten uw kleuren in en uw lettertypes en nog graphics. Ik heb er hier een aantal staan hier. En ik ga eventjes die van typographics er gewoon bij halen, bijvoorbeeld. Dus we zien daar dat wij verschillende logo-varianten hebben. De verschillende kleuren lettertypes en dan nog een boel graphics en tertiaire of secundaire logo's die wij gebruiken in onze communicatie. Nu, dat is allemaal goed en wel, maar je moet natuurlijk overal die middelen beschikken in Canva. En ook die middelen aanmaken. Heel concreet voorbeeld hier. Bij de logo's zie ik heel vaak bij klanten dat er PNG-bestandjes geüpload worden prima, dat is een beeldbestand met een transparant achtergrond ideaal als je dat ergens in Canva wilt gebruiken maar daar moeten we altijd een kanttekening maken bij kwaliteit want PNG is een gepixeld bestand, dus de kans bestaat er altijd dat er een te klein formaat werd geüpload dus wat is de tip hier? Upload SVG bestanden en daar wordt dat vaak voor ja, niet grafici al ietsje moeilijker denk ik, want hoe kom je aan een SVG bestand? veraard als je met een graphic designer kunt samenwerken, zoals bij die van typografics, kunnen altijd vragen om SVG-bestanden natuurlijk. Dus we zien al onmiddellijk dat er daar een stukje techniciteit bij komt kijken. Idem wat de kleuren betreft. Als we kleuren gaan invoegen in onze brandkits, wordt er ook gevraagd naar CMYK kleuren. Dat is ook een principe RGB, CMYK. Mensen hebben daar wel noties van, maar ja, wat wil dat juist allemaal zeggen? En hoe gaan we dat correct gaan toepassen? Dus ook daar moeten we op gaan letten dat dat allemaal correct in een brandkit vervat zit. Die brandkits, zoals dat je ziet, kunnen er één of meerdere gemaakt worden om dan Terug verwijzend naar onze vorige video met het project en ledenbeheer, uh, kunnen die toegewezen worden aan mappen en aan groepen, eigenlijk, zodat die beschikken over de juiste middelen. Dat is eigenlijk your first line of defense om on-brand materials te gaan maken met Canva. Um, daarbij komend is de tweede lijn zijn de brand templates. En ook hier weer. Eigenlijk oh. zou ik hier zeggen. Schakelt een graphic designer in als je kunt om uw basisdocumenten of uw templates op correcte manier te gaan opbouwen, zodat die perfect in overeenstemming zijn met de brand guidelines, natuurlijk. Vervolgens kunnen die hier toegevoegd worden aan. Brands en aan folders, en zo gedistribueerd worden binnen uw organisatie. En dan zorg je ervoor natuurlijk dat iedereen beschikt over die templates, dat is alleen ding. Want dan de last line of defense, dat zijn de brand controls. En ook daar heb ik al vaak in de praktijk gemerkt, niet iedereen weet dat, maar wij kunnen van alle zaken gaan vergrendelen de gewone users, wat terugverwijst naar de leden en de rollen die we toewijzen, die kunnen niet zomaar alles doen, maar wat ze niet kunnen, dat hangt af van wat wij als admins of branddesigners eigenlijk gaan lokken. Zo kunnen we bijvoorbeeld de kleuren gaan beperken voor eindgebruikers. We kunnen het gebruik van lettertippes gaan beperken. We kunnen zelfs Design Approval flows instellen in Canva, zodat niet iedereen zomaar dingen kan exporteren of publiceren online zonder toestemming van een branddesigner bijvoorbeeld. En op nog een veel hoger niveau. Daar verwijs ik ook altijd graag nog een keer naar. Canva bevat natuurlijk honderden templates, honderden, wat zeg ik? Duizenden, tienduizenden, honderdduizenden templates. Um, allemaal heel mooi, maar niks van die dingen zijn onbrand, natuurlijk. En zelfs dat als je weet waar te zoeken. Op de juiste plaats, bij de permissies, kunnen zelfs die dingen helemaal uitschakelen voor uw team, zodat de eindgebruikers binnen uw organisatie deze templates niet vinden en enkel uw branded templates, die door uw branddesigners gemaakt zijn, kunnen gebruiken. Op die manier zorgt ervoor dat uw hele team alleen maar on graphics gaat gaan presenteren en dat zorgt natuurlijk voor een super professionele uitstraling voor uw bedrijf.